Dit is de meest beroemde vergelijking aller tijden. Energie is massa keer de lichtsnelheid in het kwadraat. Eenvoudig gesteld zegt deze formule dat massa een vorm is van energie en dat een beetje massa heel veel energie bevat. Deze vergelijking ligt aan de basis van kernenergie en uiteraard de atoombom. ESMC-kwadraat verklaart ook hoe het kan dat de zon al miljarden jaren brandt. Voordat deze formule ontdekt werd, was het een groot raadsel wat de energiebron is van het licht en de warmte die de zon uitstraalt. Dat vraagstuk is direct gerelateerd aan de leeftijd van het leven hier op aarde. Als de allerbeste energiebron de zon maar een paar duizend jaar kan laten branden, dan is het leven hier op aarde ook hooguit maar een paar duizend jaar oud. Een van de nieuwsgierige geesten uit die tijd was de Britse natuurkundige William Thomson, eerste baron Kelvin, ook wel bekend als Lord Kelvin. In dit artikel stelt hij dat de meest waarschijnlijke energiebron van de zon afkomstig is van meteoren die door de zon worden opgeslokt. Door de zwaartekracht trekt de zon meteoren naar zich toe. De meteoren raken de atmosfeer van de zon. De energie in de snelheid van die meteoren wordt daarbij omgezet in hitte en straling. Zijn theorie is een alternatief voor het idee dat de zon brandt op chemische energie. Net zoals wij onze energie halen uit planten, fruit en vlees en warmte halen uit het verbranden van hout en fossiele brandstoffen, zo zou de warmte van de zon ook een chemische oorsprong kunnen hebben. Maar in dat geval zou de zon in zo'n 3000 jaar tijd zijn opgebrand. De theorie van meteoren maakt het mogelijk dat de aarde geen duizenden jaren oud is, maar vele miljoenen jaren. Maar ook de theorie dat de energie van de zon voortkomt uit het opslokken van meteoren heeft een grens. De zon kan miljoenen jaren branden, maar niet honderden miljoenen jaren. Eind 19e eeuw maakte men grote vorderingen op fundamentele vraagstukken over het ontstaan van het universum, de aarde en het leven op aarde. Maar er waren ook grote tegenstrijdigheden. Geologen stelden dat de aarde wel degelijk honderden miljoenen jaren moet hebben bestaan, dan wel miljarden jaren. En ook evolutie heeft honderden miljoenen jaren nodig om van eenvoudige moleculen tot een mens te komen. Het antwoord op dit vraagstuk kwam met deze formule. Massa zelf is een vorm van energie en een beetje massa bevat heel veel energie. In het geval van de zon zijn het atomen waterstof die door de druk van de immense zwaartekracht fuseren tot helium. Daarbij wordt een deel van de massa omgezet in straling. Dat proces heet kernfusie en het stelt de zon in staat om miljarden jaren lang te branden. Opeens kwamen de theorieën over de leeftijd van de zon, het zonnestelsel, de aarde en het leven op aarde allemaal prima met elkaar overeen. Waar komt dat vandaan? Welke wetenschapper publiceerde als eerste het grondwerk hiervan? Uiteraard is dat de beroemde, de grandioze, de briljante Henri Poincaré. Ja, Albert Einstein was de eerste die het expliciet uitsprak. Dat deed hij in dit artikel. Does the inertia of a body depend upon its energy content? Hierin poogt Einstein te laten zien dat de hoeveelheid energie van een voorwerp invloed heeft op de massa van het voorwerp. Zoals je ziet,
is het niet zo'n heel groot artikel. Het geeft een prachtig inzicht in de gedachtegang van Einstein. En dat blijkt best goed te volgen te zijn. Alles wat je nodig hebt is een klein beetje middelbare schoolkennis van wiskunde en wat verbeelding. Je hoeft het artikel zelf niet eens te lezen, want ik ga het met jullie doornemen. Eerst kijkt Einstein naar wat er gebeurt met een lichtgolf voor twee verschillende waarnemers. Hij gebruikt daarbij het principe van relativiteit. Wil je trouwens een herinnering over relativiteit? Bekijk dan nog eens mijn vorige video, die gaat daarover. Hij beschouwt een lichtgolf die onder een hoek wordt uitgezonden. De grootte van deze hoek geven we aan met de Griekse letter phi. Straks zal blijken dat die hoek helemaal niet belangrijk is, dus ik vereenvoudig het verhaal door die hoek gelijk te maken aan 90 graden. Uit reeds bekende natuurwetten komt Einstein uit op deze formule. Aangezien we phi op 90 graden hebben gesteld, valt deze term weg. De cosinus van 90 graden is immers 0. Dan krijgen we L is weer de energie van de lichtgolf. L ster is de energie van de lichtgolf zoals gemeten door de waarnemer die beweegt met de snelheid v. Hoofdletter v staat hier voor de lichtsnelheid. Tegenwoordig gebruiken we daarvoor de kleinletter c. Dan staat hier 1 gedeeld door de wortel van 1 minus de snelheid van de waarnemer gedeeld door de lichtsnelheid in het kwadraat. Deze term komt veel voor in de relativiteitstheorie. Het vertelt ons hoe de waarneming van een eigenschap verandert voor een waarnemer die met een snelheid v beweegt. Het is de factor die ons vertelt hoeveel lengte korter wordt en hoe sterk tijd vertraagt. Wederom, bekijk mijn vorige video als je wilt leren over lengtecontractie en tijddilatatie. Omdat deze term zo vaak voorkomt, heeft deze een eigen naam: gamma. Voor een snelheid v is 0, wordt deze term gewoon 1. Naarmate de snelheid toeneemt, wordt de term onder de deelstreep kleiner dan 1 en dus wordt gamma groter dan 1. Wanneer v gelijk zou zijn aan de lichtsnelheid, wordt deze term gelijk aan 0 en 1 gedeeld door 0 is oneindig. Dat laat zien dat de lichtsnelheid een fundamentele limiet is. Nu we dit weten, kunnen we de formule eenvoudig opschrijven als wat deze formule zegt, is dat de energie van een lichtgolf afhankelijk is van de snelheid van de waarnemer. Gaan we verder. Hier kijkt Einstein naar een voorwerp dat naar twee kanten licht uitstraalt in tegengestelde richting. De lichtstralen hebben samen een energie die we L noemen, dus iedere lichtstraal heeft de energie L gedeeld door 2. E0 is de energie van het voorwerp voordat het licht uitstraalt. E1 is de energie van het voorwerp nadat het licht heeft uitgestraald. Dus deze formule zegt gewoon dat de energie van het voorwerp voor het uitstralen gelijk is aan de energie van het voorwerp na het uitstralen plus de energie van de lichtstralen. Dat is gewoon de wet behoud van energie. Dan krijgen we een schijnbaar hele lastige formule, maar dat valt mee. H is de energie van het voorwerp gemeten door een waarnemer die met een snelheid v beweegt ten opzichte van het voorwerp. De 0 en 1 verwijzen weer naar het moment voor
en na het uitstralen van de twee lichtstralen. De term met deze hoek valt weg tegen deze term. En deze term is gewoon L keer gamma. Dus hier staat... H0 is H1 plus L keer gamma. Wat betekent dat nou? We hebben een voorwerp dat licht uitstraalt in tegengestelde richting, zodat de snelheid van het voorwerp niet verandert. Voor een waarnemer die stilstaat ten opzichte van het voorwerp, is de energie van de straling 2 keer L gedeeld door 2. De energie van het voorwerp is eerst E0 en na het uitstralen is die energie E1. We beschouwen het voorwerp voor en nadat het licht uitstraalt en we beschouwen het voorwerp vanuit een waarnemer die beweegt met een snelheid V. Voor deze waarnemer heeft het voorwerp een energie H0 voor het uitstralen en een energie H1 na het uitstralen. De energie van de straling is een factor gamma groter. Maar dat betekent dat het energieverlies van het voorwerp voor deze waarnemer H0 minus H1 groter is dan het energieverlies van het voorwerp zelf. Het energieverlies hier is immers L. En voor de waarnemer is het energieverlies L keer gamma. En gamma is groter dan 1. Dat verschil in energieverlies staat hier. Op zich is het niet zo raar dat dit verschil in energieverlies bestaat. We weten immers dat energie afhankelijk is van de snelheid van de waarnemer. Vanuit de waarnemer gezien beweegt het voorwerp en heeft het dus bewegingsenergie. Dat noemen we kinetische energie. Maar in dit geval blijft de snelheid tussen de waarnemer en het voorwerp hetzelfde. Dus waar komt dat energieverschil vandaan? Einstein stelt dat het verschil in energieverlies alleen voort kan komen uit kinetische energie of een onbekende constante. Hij zegt: H en E zijn de energie van hetzelfde voorwerp, maar voor twee waarnemers die ten opzichte van elkaar bewegen. En voor één van deze waarnemers staat het voorwerp stil. Dus is het duidelijk dat het verschil alleen voort kan komen uit de kinetische energie van het voorwerp of een onbekende constante. Hoe dat nou duidelijk is, is voor iedereen een raadsel. Waarschijnlijk wist Einstein dat ook niet, maar dacht hij intuïtief dat dat wel zou kloppen. Die zin is dus eigenlijk één grote bluf. Het blijkt echter wel te kloppen. Met die aanname kunnen we deze vergelijking herschrijven in termen van kinetische energie. Einstein gebruikt hier echter een benadering die alleen geldig is voor snelheden veel lager dan de lichtsnelheid. Deze formule zegt dat de kinetische energie van het voorwerp lager wordt door het uitzenden van lichtgolven. Voor lage snelheid kunnen we de klassieke formule voor kinetische energie gebruiken. Kinetische energie K is gelijk aan de massa m keer de snelheid v in het kwadraat gedeeld door 2. Als we die in de vorige formule gebruiken, dan geldt voor de waarnemer die beweegt met de snelheid v de kinetische energie voor het uitstralen minus de kinetische energie na het uitstralen
is gelijk aan de energie van de straling zoals gezien door de bewegende waarnemer. Maar de snelheid verandert niet. Dus kunnen we dit schrijven als... Hier zien we de essentie van waar we naartoe gaan. Het is de massa die verandert. Dit kunnen we nog vereenvoudigen. Deze termen vallen nu weg. En m0 minus m1 is een verschil in massa. Dat kunnen we aangeven met delta m. Dan krijgen we... Het massaverschil van het voorwerp voor en na het uitstralen is gelijk aan de energie van de straling gedeeld door de lichtsnelheid in het kwadraat. Tegenwoordig gebruiken we E voor energie en C voor de lichtsnelheid. Het massaverschil kunnen we gewoon aangeven met M. Dan kunnen we dit schrijven als... E is mc kwadraat. In dit artikel komt die hele formule helemaal niet voor. Einstein stelt louter... Als een voorwerp energie L verliest in de vorm van straling, dan verlaagt de massa van het voorwerp met L gedeeld door de lichtsnelheid in het kwadraat. Het is bijzonder dat we terug kunnen kijken naar de gedachtegang van Einstein... En zonder al te veel moeite kunnen ontdekken dat zijn afleiding van de formule E is mc kwadraat nogal wat gebreken heeft. Hij gebruikt benaderingen, vage argumenten en de formule zoals we die vandaag kennen komt hier helemaal niet in voor. Bovendien stellen verschillende wetenschappers dat E is mc kwadraat direct kan worden afgeleid uit een eerdere publicatie van Henri Poincaré. Maar wie er ook de eer voor dient te krijgen, die beroemde formule heeft inmiddels een grondige fundering, zowel theoretisch als experimenteel. Vanwege de eenvoud en de immense impact van de formule is het een eigen leven gaan leiden. Het is toepasselijk, ook al misschien niet helemaal terecht, dat de meest beroemde formule voor altijd verbonden is aan de naam van de meest beroemde wetenschapper. Wil je dit YouTube-kanaal graag steunen? Like, subscribe en deel deze video. Je kunt ook dit super spannende kinderboek kopen voor kinderen van 7 tot 11 jaar via de website lichtstad.space of het sterrenkundeboek Telescopen en Tijdmachines via roysmits.nl.